We zijn op studiereis geweest naar Eli in Amerika en we hebben gekeken naar het thema open leermaterialen tijdens 2 instellingsbezoeken en de conferentie. Active learning en student engagement waren voor mij de 2 centrale thema's van Eli en ons bezoek aan Irvine en California University. Daarin zie je ook dat digitaal en open leermiddelen 1-op-1 samenhangt met Active Classroom, met de tooling, met didactiek en dat die integrale aanpak. Dat neem ik ook mee naar huis. Daar moeten we wat mee. Een prachtige feature die ik ben tegengekomen op de conferentie was de mogelijkheid om te braindaten. Waarbij je een onderwerp kon aanvoeren en daar met collega's op de conferentie over kon praten. Eigenlijk de andere experts die over hetzelfde onderwerp nadachten. Dit braindaten wil ik nu ook in Nederland gaan introduceren. Bij mensen die werken met open leermateriaal om hen makkelijker met elkaar in contact te brengen. Feitelijk het te gebruiken als een soort community building tool. Ik heb op de Eli de Library for Learning van Harvard gezien. Eigenlijk leek deze zoekportaal heel erg op onze eigen Library for Learning, namelijk je kon zoeken in meerdere bronnen tegelijk. Maar er zaten daar een aantal tools in die ik graag wil meenemen naar onze eigen Library for Learning. Namelijk een tool waarmee je slim kon zoeken in videomateriaal, suggesties voor andere content en een mooie knop waarmee je de content in 1 knopbeweging in je eigen elektronische leeromgeving kon zetten. En ik ga proberen of we dat ook met onze eigen Library for Learning voor elkaar kunnen krijgen. Wat mij opviel tijdens de conferentie is dat ze in Amerika vooral toegankelijkheid en betaalbaarheid voor studenten als reden hebben om met open leermaterialen aan de slag te gaan. Wel zie je steeds meer dat ze ook kwaliteit van het onderwijs en studentsucces als reden hebben. En vooral het voorbeeld waarin ze met studenten aan de slag gingen om open leermaterialen te ontwikkelen, open textbooks, vond ik erg interessant en inspirerend.